Een andere basisregel die je moet respecteren, heeft alles te maken met het bewaren van chocoladeproducten. Herinner u, gemouleerde of geënrobeerde chocoladeproducten lieten we altijd uitharden in de koeling tussen de 8 en 10 graden, maar nooit te lang. Voor kleine producten niet langer dan een paar minuutjes. Grotere holfiguren een 20 à 25tal minuten. Daarna halen we ze uit de koeling en gaan we ze bewaren, maar hoe? Chocoladeproducten moeten altijd bewaard worden op een koele, droge plaats. Compleet vrij van geuren, want chocolade neemt alle vreemde geuren op. Let er ook op dat chocoladeproducten altijd in een beschermende verpakking zitten. De ideale bewaartemperatuur is tussen de 12 en 18 graden en hou die temperatuur zo constant mogelijk. Bewaar je chocoladeproducten in wisselende temperaturen, koud, warm enzovoort, dan lopen ze het risico om heel snel vetrijp te ontwikkelen. Nog belangrijker, let op met bruske temperatuurschokken. Als je chocoladeproducten van een koele zone naar een warmere zone brengt, laat ze dan in die warmere zone een paar uur in de verpakking acclimatiseren voor je ze uitpakt. Doe je dat niet, dan loop je bijzonder veel kans dat de chocoladeproducten binnen de kortste keren suikerrijp gaan vertonen. Datzelfde kan ook gebeuren als chocolade in te vochtige omstandigheden wordt bewaard. Condens of vocht kan neerslaan op de chocolade met suikerrijp tot gevolg. Samengevat, chocoladeproducten goed verpakken, bewaren op een koele, droge en donkere plaats, vrij van geuren, zorg voor een constante bewaartemperatuur tussen de 12 en 18 graden en let op met temperatuurschokken. De chocoladeproducten altijd een paar uur laten acclimatiseren in de verpakking voor je ze uitpakt. En veel succes ermee!